Wat zien we dan? Toerschaatsen, hoe laat vertrok u? Ja, ik had een hele hoog startnummer. Dus ik startte na 9 toen jullie ongeveer al binnen waren. Maar dat was dan wel. Nou ja, ik was uiteindelijk eerder binnen, want ik reed in 86. Dus ik was eerder binnen dan jullie. En jullie reed natuurlijk in 97. Ja. Maar, zeker. 11 jaar eerder. Maar bij mij was het punt dus dat het donker werd. Mm-hmm. Dus zo boven Leeuwarden, dus een stuk van Franeker naar Dokkum, werd het langzamerhand donker. En dan begin je ook om te knijpen van hoe lang schaats ik nog in het donker. En het stuk tussen Bartlehiem en Dokkum was toen heel slecht. Echt enorme schotsen. En ik had een skibril die wat, je ziet hem daar op tv, zie ik, die foto, die zonwerend is. Maar als het dan donker wordt, heb je natuurlijk niks meer aan een zonwerende skibril. Dat wordt alleen maar erger van. Dat zag er toch had ik nooit over nagedacht als toerrijder. Dat zag er nog niet echt uit als een CDA-fractieleider. Hè? Dus echt een stoere man nog. Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Maar inderdaad wist ik op dat moment niet wat voor baan ik 25 jaar later zou hebben. Dat ben ik dan met je eens. Uw vader was burgemeester van Sneek. Ja. Dat was een van de plaatsen die werd aangedaan. Ja. Stond hij ook te wachten toen het zover was? Ja. Want we hebben hier uit de Leeuwarden Courant van woensdag 26 februari 1986. Ik zeg, maar u heeft hem gewoon meegenomen. Ja, want ik heb het hele archief nog liggen, hoor. Ja. En er staat van Haarsma Buma, dat is uw vader, stond rond 10 uur alweer langs de kant in afwachting van de doorkomst van zijn 21-jarige zoon Siebrand, student aan de Universiteit van Groningen met een startnummer boven de 16.000. Ja. We leven vandaag dus zelfs nog wat meer mee dan vorig jaar, zei de burgemeester. Ik heb goede hoop dat hij Leeuwarden haalt, al had hij daar zelf vanochtend nog wel zijn twijfels over. Ja, ja, kijk, ik ben dus inderdaad een toerrijder en ik had nog nooit in mijn leven 200 kilometer gereden. Ik had die Elfmerentocht daar vlak voor gereden, dus 120 ongeveer. Dus ik wist niet hoe lang het ging duren, waar het ging eindigen. Dus ik ging op het ijs, kijkend hoe lang het ging duren. En het ging uiteindelijk prima. En ik was goed getraind in die tijd. Dus die hele 200 kilometer kon ik wel doen. Maar inderdaad, van tevoren wist ik het niet zeker. Achteraf gezien is het de eerste keer dat ik in een krant kwam te staan. Dat kon ik ook niet weten dat vaker zou gaan gebeuren. En gaat u nu meedoen? Nou, ik ben ingeloot dit jaar. Dat hoor je altijd in december altijd, of je ingeloot wordt. Zijn er meer politici die dat hebben? Niet ingeloot. Ik weet dat Jacques Mounache, mijn collega van de Partij van de Arbeid die in Sneek woont, wel lid is van de vereniging, maar dit jaar niet ingeloot is. Het enige is, ik heb wel koorts, maar niet de Elfstedentocht koorts. Niet de Elfstedentocht, maar ik herstel net van een longontsteking. Dus ik moet even kijken of we nog even ietsje kunnen rekken. Ja, nog wat van dan kan ik weer wat bij trainen. Van dans erbij. Hoeveel dagen zou je nog nodig hebben? Weet het niet. Hetzelfde antwoord. Ik heb er geen borrel om gedronken, maar ik weet het echt niet. Nee, ik heb het over jouw eigen gezondheid. Ja, deze week nog wel. Ja. Ik heb nu nog wel. Ik voel het nog wel. Ja. Dus als het vrijdag. Voordat die longen weer op stoom zijn, ben ik nog wel even bezig. Ja. Ja. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik ben wel in de gelukkige omstandigheden dat ik dat kruis een keer heb gehaald. Ja. En dat is een ongelooflijk mooi gevoel. Dat is 25 jaar later kan ik nog heel veel van die beelden zo voor de geest halen. Welke rol speelt het publiek, kan ik aan jullie allemaal vragen? Is dat na zoveel 200 kilometer, is dat nog interessant? Of is dat toch nog een extra drive? Ja, nou, ik vond het ongelooflijk. Ja, dat geeft je vleugel. Dat is iets wat je gewoon niet kan uitleggen. Ze vragen wel eens, hè, wat is dan die Elfsteen? Wat is dat gevoel? Mm-hmm. Nou ja, dat is heel erg moeilijk. Ja, ik weet niet of jij dat, maar ik heb dat echt. Dat ik, het is wel. Je lacht, je huilt, je hebt kippenvel. Dat krijgen jullie als wedstrijdschaatsers ook allemaal mee. Dus. Ja. Ja. Nou, je moet wel uitkijken dat je er niet in opgaat. Maar je komt soms wel binnen, en dan beginnen gewoon je oren gewoon te tuten zo van herrie wordt er dan gemaakt. Maar ja, wij komen daar natuurlijk als eerste binnen. Ja. Dus ja, daar zitten ze sommigen natuurlijk uren op te wachten. Ja, dan moet je nog opletten waar je moet gaan klunen. Hè? Ja. Dat weet je ook niet van tevoren, hoe, waar, wat. Dus je moet heel erg scherp zijn. En Balk was echt super met die, nou, waar je dan, die lut zo. Ik ben in de zomer nog weer geweest later. Ik denk, wat zijn we hier langs gegaan? Dat is echt. En er staan al die mensen. Ja, nee, maar die staan helemaal gewoon. Dat is lager, dus die staan gewoon boven je. En de schaatsen door een soort erehaag. Ik heb het wel meegekregen. Dokkum het meest bijzondere. Dan kwam je dus inmiddels uit het donker, dus nogmaals. Dat was gelukt. Vanuit Bartlehiem. Hoe laat was het toen? Of 8, 9 s'avonds, denk ik. Weet ik niet, het was laat. En het is daar een keerpunt. Dus die mensen staan rondom in die molen die draait. En dus s'avonds staan ze nog allemaal te juichen. Terwijl ze 's ochtends al voor de wedstrijdrijders hebben gedaan. Dat is ongelooflijk. Ja, dat is een arena. En het gevoel vanaf dat moment is allemaal voor de wind. Hè. De wind is, als het goed is, oost, want daar krijg je vorst van. Dus het eerste deel is voor de wind naar Staveren. Dan een heel stuk zo min of meer tegen. Ja. En bij Dokkum weet je, ik heb alle tegenwind gehad. Dus je weet eigenlijk dat je het gaat redden. Ja. En dat gevoel had ik ook heel sterk. Van dit is Dokkum, dit kan niet meer fout gaan. Zullen het publiek eens in Dokkum eens even bekijken? Want daar hebben we beelden van. Alles.
Het is een heerlijk punt voor de toertochtrijders om in Dokka aan te komen. Want dan heb je het ergste gehad. De wind gaat keren. Je hebt hem dan in de rug. En het Elfstedenkruisje ligt dan binnen handbereik. Nog 25 kilometer, maar die moeten dan ook te doen zijn. Als je na 10:30 Dokka binnenkomt, dan is het gedaan. Ja, streng. Wat dat betreft zijn ze behoorlijk streng, hè, daar. Ja. Tijd is tijd, hè? Ja. 100%. Ja, ook als je om laten we zeggen, 12:02 op die bonkenvaart aankomt. Pech gehad. En je hebt er al 13 uur of 14 uur op de schaats op zitten. Ja. Moeten toch ook rare mensen zijn die dan zeggen pech gehad eigenlijk, hè? Of ja, niet? Ja.